Welcome at this first Dutch Open Hackathon. My name is Scout Hermans. I work at KLM, and on behalf of the 7 partners, I welcome you here. Let's start hacking. Great job. Brainstormen. Om te bedenken wat we gaan doen? Ja, we zijn een beetje nu aan het uiteenzetten wat we zouden kunnen, wat we gebruiken. En ijsje drinken. En je ukulele spelen. En hierna gaan we met ideeën komen. Winnende ideeën. Dus hier, ik wil wel nog wat producten. Ik kan doen met nog niks. Wat doen jullie normaal in het dagelijks leven? Ik ben competitive lead frontend bij Digitas LBI. Frontend de ontwikkeling dus. Ja, en ik doe eigenlijk niet frontend maar backend. En ook voor Digitas LBI in Amsterdam. En wat is de reden waarom jullie hier zijn in je vrije weekend? Omdat we het gewoon niks. Het is een hobby, maar het is een baan. Het is alles tegelijk. Het is echt. Ja, het is zo leuk. Ja. En als dan al die informatie hier beschikbaar wordt gemaakt, ja, dan moet je daar gewoon iets mee doen. Dat is gewoon erg leuk. Is dat bijzonder? Hoe bijzonder is het? Dat die API's open zijn? Ja, ja, heel bijzonder. Zeker dat iedereen ook, zeg maar de bedrijven zelf, gewoon zichzelf inzetten om gewoon die informatie uit te gaan leggen wat het precies inhoudt. En dat zie je ook aanwezig zijn. Dat is echt wel heel bijzonder. Ja, absoluut. En daar ook concepten op verzinnen is wel heel moeilijk, maar wel heel bijzonder. Ja, hoe ver zijn jullie nu? Ja, we hebben nu eindelijk een concept. Dus we hebben echt al een week lang hebben geprobeerd om concepten te verzamelen. Eigenlijk waren we heel erg kritisch. En op de dag zelf, nu gingen we gewoon zonder concepten heen en dachten we, nou, we gaan het gewoon kijken. En nu gewoon hier gaan zitten met onze visualisatie ding, zijn we er gewoon uit. We hebben gewoon het winnende concept. Dus ja. Wat dat betreft, we moeten het alleen nog bouwen. Als je een hackathon moest samenvatten in één zin? In één zin. Dat is moeilijk. Nou, dat doe ik in toch wel meer zin. Ja, kijk, programmeren, iets kunnen bouwen, doe een beetje denken aan Lego. Dan heb je, begin met een paar stukjes en dan ga je in je hoofd bedenken wat je kan bouwen met die paar stukjes. En door meer te leren programmeren krijg je meer stukjes. En ja, een hackathon is alsof je naar je vriendje toe gaat die een hele doos met stukjes heeft, allerlei data. Waarmee je nog vettere dingen kan bouwen. Dus ja, hackathon in één zin is gewoon een nieuwe doos Lego die je krijgt. Een grote doos. Een hele grote. Piratenschip. Die je op bol.com kan bestellen als je zo'n als je onze service maakt, super fancy. Heel veel teams, heel veel bedrijven. Hoe bijzonder is dit? Dit is de grootste hackathon die in ieder geval in Nederland plaats heeft gevonden. We hebben eerder hackathons georganiseerd, maar dit is wel een hele grote. 7 grote Nederlandse bedrijven, waaronder Albert Heijn, KLM, Transavia, Schiphol, Rabobank, USG People, Schiphol. We zijn hier aanwezig, hebben data ontsloot. En teams van ontwikkelaars gaan met die data apps maken voor consumenten of voor bedrijven. En morgen presenteren ze die aan de jury. En de beste die wint. Ook hier wordt hard gewerkt. Overal hard gewerkt. Ja, ja, dus de teams die hebben totaal 30 uur om een app af te maken. Morgenochtend om 11 uur moet ze worden ingeleverd. Dus sommige teams kunnen ook de hele nacht doorgaan. En voor mensen die willen slapen, hebben we honderden Schiphol-bedjes klaar. Kan zoiets als dit, kan het ook nog mislukken? Dat je denkt, van, we hebben al die mensen samengebracht, we hebben al die datasets vrijgekregen, maar het is toch mislukt? Eigenlijk niet, want moet je het zien als een heel groot experiment. En experimenten die kunnen slagen, maar eigenlijk niet mislukken. Want of je bent tevreden of je bent niet tevreden, maar je leert er in ieder geval van. En in dit geval leren en de bedrijven heel erg veel en de ontwikkelaars leren heel erg veel. Ja. Dus het is eigenlijk altijd geslaagd.
Ja, dus, en het mooie is eigenlijk een win-win. Dus voor de bedrijven is het een win en voor de ontwikkelaars is het een win. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn een nacht verder, hoe gaat het? Ja, wel goed. Ja, we zijn druk aan het voorbereiden op de jurypitch die we dadelijk gaan hebben. En dan gaan we alles laten zien wat we deze week gedaan hebben. Deze week? Dit weekend, sorry. Dit weekend. Het voelt als een week. Ja, ja, dat is wel. Het is heel druk geweest. Bah, ik wil ze. Heb je al tijd? Heb je tijd om te gamen nu? Ja. Ben je al klaar? Ja, we hebben er vrede mee dat het toch niet zoveel wordt. Het is mislukt. Ja. Of ja, nou ja, het was wel leuk. Ja, toch? Ja. Dus in die zin is het ook leuk. Bijna 10:00 ochtends. We zijn een nacht verder. Hoe gaat het? Ja, ja. Goed. Ja, goed. Ja. We hebben wel iets gebouwd nu, maar dat is wel even aardig doorwerken nog. Het is dus nu nog de laatste loodjes. Ja, inderdaad. Ja. Snel de code induiken. Laat ze bugs wegwerken. En nog steeds leuk. Ja. Nog wel. Kun je morgen wel, heb je morgen vrij eigenlijk, of niet? Nee. Morgen moet ik gewoon om 9:00 mijn werk zijn. Ja. Dus dat wordt ook een flinke drukke dag volgens mij morgen. Dus morgen is morgen, dat zien we dan wel. Anders ben ik ziek, baas. Have you already got a sticker for being in the jury round? You have not. Okay, so this is the game. Welke API's gebruiken jullie? Albert Heijn en Tanton. Oké. Ik ga jullie een sticker geven van nummer 5. Dus jullie zijn presentatie nummer 5, alsjeblieft. Oké, thank you very much. Oké, there's a problem. On average, 20% of all the seats in airplanes is empty. And that's a sin for potential revenue and the environment. Hi, this week we developed Pixel Bank. Pixel Bank is a bank designed for children to understand banking. Okay. Throwing away food is a major issue. Worldwide, 1/3 of all the food is being wasted by throwing it away. Good work. Thank you. Thank you all for listening. Ik ben best wel tevreden eigenlijk. Ja. Ik dacht vanochtend van dit wordt niks. Ik ook. Ah, kunnen we wel uit? Ja, ik denk zo. Cool. Nailed it. Tevreden? Ja, zeker. Ja, het ging goed. Kom in dan. Nou is up to the jury, right? Niet bij de laatste 10. Bij de laatste 11. Bij de laatste 10. Hoe is het afgelopen, jongens? Wat? Hoe is het afgelopen? Rampzalig. Rampzalig? Ja, we hadden hoge verwachtingen, maar ja, net niet onze verwachtingen waargemaakt. Dus geen finale? Geen finale, maar we hebben wel een leuk weekend gehad in ieder geval. Dus ja. Volgend jaar beter. Ja? Ja, doe wel mee. Het is een leuk weekend. Het is wel heel erg vermoeiend. Maar ja, gratis bier. En morgen weer naar je werk? Morgen weer naar school, ja. Winner. And winning €2,500 and eternal fame and a lot of assignments with the companies being present here today. And maybe a lot of new friends. Welcome home. Slapen denk ik, naar huis slapen vooral. En heel veel slapen, lang slapen ook vooral. Hè.